En je mag tijdens de meditatie gerust gaan verliggen of verzitten. Maar zorg dat je in een houding zit die je even een poosje kunt volhouden. Ik neem jullie mee naar de meditatie van het transformeren van de innerlijke rechter. Onze criticus die de hele dag maar in ons hoofd zit. En word maar heel bewust van je adem op dit moment. Je hoeft hem niet te veranderen. Het is goed waar jouw adem op dit moment zit en waar die is. En adem zo rustig in en uit. En op elke uitademing land jij meer in je lichaam. Word je buitenwereld kleiner. En je binnenwereld groter. Jij komt zo in je eigen innerlijke tempel. En je hoeft op dit moment helemaal niets te doen. En als er wat voorbij komt, aan gedachtes of gevoelens of bezigheden, laat ze dan maar rustig voorbij gaan en ga steeds weer terug naar je adem. Breng de aandacht maar naar je hart, de verblijfplaats van je ware zelf. Waarom heb je me achter een schild geplaatst? Vroeg het hart. Voor je eigen bestwil, antwoordde het hoofd. Hoe dat zo? Vroeg het hart. Het schild zal jou beschermen tegen pijn, zei het hoofd. Weet je dat zeker? Vroeg het hart. Behoorlijk zeker, antwoordde het hoofd. Maar vraag je je wel eens af of ik wel blij ben met deze situatie? Vroeg het hart. Je hebt mij nooit gevraagd of ik achter een schild wilde leven. Je hebt het daar gewoon geplaatst op een dag dat jij besloot dat dat nodig was. En vanaf die dag heb je geen hartepijn meer gehad, toch? Reageerde het hoofd. Dat is wat jij denkt, zei het hart. Maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Het is waar dat mij sinds die dag geen pijn meer is aangedaan door mensen die zo dichtbij konden komen dat ze me pijn konden doen. Maar pijn heb ik. Want hier ben ik achtergelaten. Ik ben hier in mijn uppie. En niemand, zelfs jij niet, verbindt zich nog met mij. Ik ben een hart. En liefde is mijn levensenergie. Ik ben op mijn best wanneer ik zowel liefde kan geven als ontvangen. Maar niets van dat alles gebeurt nog, vanwege het schild. Het schild dat jij besloot voor mij te plaatsen, zonder mij te vragen hoe ik dat vond. En ik weet dat jij het geplaatst hebt vanuit jouw beste intenties. Maar het schild doet me meer kwaad dan goed. Ik ben een hart. Ik moet lief hebben, liefde voelen, liefde geven, liefde ontvangen. En als ik dat niet kan, wat voor nut heeft het dan dat ik er überhaupt ben?
Het hoofd was stil, verward. Het begreep dat het hart zojuist iets heel belangrijks had gezegd. Maar hoe moest het dan met de angsten? Hoe zat het met bescherming? Want zonder het schild zou het hart zo vreselijk kwetsbaar zijn en zou het weer gekwetst kunnen worden. Maar hart, zei het hoofd, zou je werkelijk liever zonder het schild willen leven? Wil je echt dat ik het schild wegneem, waardoor ik je blootstel aan zoveel gevaren? Aan de mogelijkheid dat je weer gekwetst wordt? Ja, zei het hart, want ik ben niet gemaakt om achter een schild te leven. Dan kan ik net zo goed doodgaan. Achter een schild kan ik niets doen van alle dingen die ik te doen heb. Ik kan niet ademen, ik kan niet delen, ik kan mijn energie niet laten stromen. Ik kan niet zijn wie ik ben. Ik begrijp je zorgen, maar begrijp ook dit. Achter dit schild zal ik sterven en zal mijn leven zinloos zijn. Want dan ben ik niet in staat geweest mijn energie aan de wereld te geven. Ik heb het nodig dat het schild weg is, zodat ik kan leven en zijn. Je zult verrast worden door de dingen die we samen zullen beleven en ervaren zonder schild. Er zijn zoveel goede dingen beschikbaar. Vertrouw me en help me. Help me door me te vertrouwen en aan mijn zijde te staan. Heb vertrouwen dat de kracht van mijn energie veel, veel sterker is dan de kracht van de angsten en de zorgen in je leven. En weet dat ik, zelfs als ik gekwetst word, altijd in staat zal zijn weer te helen. Vertrouw me, ik kan het aan. Het is het leven. En als ik het leven niet aan zou kunnen, zou ik hier niet zijn. En met dit verhaaltje wil ik de meditatie over jouw innerlijke rechter beginnen. Je bent in je eigen kasteel. Het is een mooi kasteel en je voelt je er fijn. In je kasteel verblijven ook een aantal andere mensen, elk met zijn of haar eigen specialisme, om jou te helpen. Er loopt echter ook een donker geklede man rond, die met een spiedende blik jou constant in de gaten houdt en steeds op- en aanmerkingen maakt. Niets in zijn ogen is goed genoeg. Alles kan immers beter. Overal waar jij bent, duikt hij ook op, om jou steeds commentaar te geven en over jou te oordelen, waardoor jij je vervelend gaat voelen. Hij geeft je het gevoel dat je de dingen niet goed genoeg doet. Misschien zelfs wel dat je het niet kunt of nooit zult leren. Je voelt ze in zijn buurt sneller bang en onrustig en je merkt dat het moeilijker is om te genieten. Hij komt naar je toe en hij fluistert je in. Eerst je plichten, dan pas het plezier. Eerst anderen, dan pas jezelf. Of hij fluistert je in dat je niets betekent, omdat je de dingen vergeet of uitstelt. Hij is het die gebruik maakt van algemene waardeoordelen en collectieve opvattingen, waaraan hij jouw gedrag steeds meet. Hij is je innerlijke rechter en noemt zich de stem van je geweten. Hij ziet zichzelf als bewaker en beschermer van jou. En daarom houdt hij je constant in de gaten. En hij krijgt de steun van de maatschappij. En hij wil jou in zijn greep hebben. En daarom wandelt hij overal met je mee, waar je ook bent in jouw kasteel.
Het lijkt wel of hij je overal weet te vinden en jou geen moment met rust wil laten. Zelfs als je op vakantie bent en heerlijk aan het strand ligt, blijkt hij met je te zijn meegereisd en kun je zijn stem nog steeds horen. Hij voelt niet echt gelukkig aan en hij draagt een vloek met zich mee, een betovering uit het verleden. En hij draagt de vloek van jouw onvervulde potentieel en dat van je voorouders. En de angst voor vrijheid en plezier van jou en je voorouders. En deze donkere man werpt een schaduw over jouw kasteel en verhindert je om jouw kasteel te verfraaien. Je vraagt je nu af wat hij eigenlijk in jouw kasteel te zoeken heeft en waarom hij zich er zo vrij kan bewegen. Jij wordt je nu heel bewust dat je dit eigenlijk niet meer wilt. Je loopt door een van de wijde gangen van het kasteel en aan de voetstappen achter je hoor je dat de rechter je weer gevonden heeft en je volgt. Je stopt met lopen en besluit heel bewust om je niet langer door deze rechter te laten beïnvloeden. Je wilt nu zelf de touwtjes in handen nemen. Je haalt diep adem en draait je om. Je zegt tegen de rechter: kijk me diep in de ogen en vertel me nou eens waarom je me klein probeert te houden. De rechter gaat breed uitstaan en kijkt je vanuit een houding van superioriteit aan en zegt: ik ben hier om jou te beschermen. De wereld is hard en ik leer je om te handhaven. Ik probeer je niet klein te houden, maar ik heb veel meer kennis dan jij. Ik heb de kennis hoe de dingen horen te zijn. Ik weet hoe de dingen moeten gaan en wat jij het beste kunt doen. En als jij naar me luistert, zul je succes hebben in de maatschappij. Ik zorg ervoor dat je in de pas loopt. Je haalt opnieuw diep adem en je zegt nu rustig: wie geeft jou het recht om mij ongevraagd te beschermen? Ik stel het niet op prijs. De rechter antwoordt: jij zelf hebt mij van jongs af aan uitgenodigd. Jij zelf hebt veiligheid bij mij gezocht. Jij hebt mij het recht gegeven jou te helpen om een verantwoord en geaccepteerd leven te leiden. Jij was het zelf die mij hulp inriep om jou te kunnen handhaven in de jeugd die je had. Ik heb deze taak heel serieus opgevat. En ik zou je nooit in de steek laten. Waarom heb je dan altijd van die negatieve oordelen? Omdat ik jou wil perfectioneren en het allerbeste uit jou wil halen, reageert de rechter. Waarom moet ik perfectioneren? Om steeds betere resultaten in de maatschappij te krijgen, want dat is belangrijk. Waarom moet ik zulke resultaten behalen? Dat is nu eenmaal het beste voor je. Een goede positie, erkenning, voldoende financiële middelen, zekerheid voor je oude dag. Dat is toch wat iedereen nastreeft, antwoordt hij. Je hebt de woorden in je laten inwerken. Wil je echt wat de rechter zegt? Streef je echt naar die veiligheid op het materiële vlak? Natuurlijk is het lekker om dat te hebben, maar is dat waarvoor je leeft? Moedig zeg jij tegen de autoritaire rechter: ik zoek zelf al uit wat ik nastreef.
en ik wil geen ongevraagd advies meer van je hebben. Je besluit in je kasteel op zoek te gaan naar de plaats waar je echte wensen en verlangens zijn gebleven. Dwalend door de gangen, sta jij opeens voor de kinderkamer. De kamer waar je heel vroeger als jonge peuter spelend, dromend en fantaserend het leven voelde vibreren en je genoot van elke dag. Je besluit er binnen te gaan en je zegt resoluut tegen de rechter: jij mag hier niet in, jij hoort hier niet. En je sluit de deur achter je. Je kijkt om je heen in de kamer en je laat de sfeer van weleer en de gevoelens van speelsheid weer boven komen. Ga maar in het midden van de kamer zitten. Adem diep in en concentreer je op wat je van binnenuit fijn vindt. Er hoeft niets. Dompel je onder in de wereld van het jonge kind, dat volkomen kan opgaan in wat het doet, zonder doel, zonder te willen presteren. Het gaat om pure aanwezigheid in het nu. En het is goed, zoals het is. Misschien komen er dromen in je op die je als kind had van wat je allemaal graag zou willen doen. Of dromen over dingen die je mooi of fascinerend vond. Dat zijn de dingen die letterlijk of symbolisch betekenis voor je hebben. Stap gerust in die beelden. Bekijk ze. Beleef ze. Doorvoel ze. En dompel je maar onder in de sfeer. En neem hiervoor maar de tijd. En het doet er niet toe of je wel of niet bepaalde activiteiten ziet. Belangrijk is dat je contact legt met een aangenaam gevoel, een plezierig gevoel, met een stuk innerlijke levendigheid. En met een sfeer die geen raakvlak heeft met verplichtingen. Het gaat om de speelsheid van het dromende en fantaserende kind. En je kijkt nu weer om je heen in je kamer. Je ziet in een hoek een doos staan. Je doet hem open en een gevoel van vreugde stroomt door je heen. Het is een doos met allerlei dingen die je vroeger verzameld hebt. Kleine dingen uit de natuur die je mooi vond of die je aanspraken. En je ziet een mooi steentje of iets wat je aandacht trekt. Misschien wel een veertje, een schelp, een gedroogde bloem, een steen. Ik zal verder gaan met het steentje, maar neem het voorwerp in je op en neem het maar bij je.
Je bekijkt het en opeens weet je weer wat het betekent om door de ogen van het onbedorven jonge kind te kijken. En een object als een steentje oordeelloos te zien en te ervaren. Je voelt de magie van dat steentje. En je ziet opeens hoe prachtig het eruit ziet. Gewoon zoals het is. En zonder dat het een doel of functie moet hebben. Zonder dat het perfect hoeft te zijn. Het steentje is in zijn directe eenvoud mooi zoals het is. En opeens weet je dat deze manier van kijken en ervaren is wat je echt wilt. Hier voel je het leven. Hier voel je een natuurlijke nieuwsgierigheid. Hier voel je betrokkenheid en je voelt dat je geniet. En terwijl je naar het steentje op je hand kijkt, begint er een zachte wind door de kamer te waaien en om het steentje in je hand heen te spiralen. Een zacht zilverwit licht wervelt naar het steentje toe. Je hoort een ruisende stem zeggen, de magische wereld van het kind en de magische scheppende krachten van zijn wereld blijven altijd open voor jou. Je hoeft het steentje maar aan te raken of er slechts aan te denken en deze kracht zal bereikbaar zijn en deel zijn van jou. Met een helder, sissend geluid schiet het zilverwitte licht het steentje binnen, terwijl de ruimte zich tegelijkertijd vult met vrolijke kindergeluiden, van het blije en opgetogen kraaien van het hele jonge kind, tot de schaterlach van de peuter. Je omsluit het steentje met je hand, en je voelt de lach van het kind nu door jezelf stromen. Je wordt vervuld met een verstilde blijdschap en kinderlijke vrolijkheid. De rechter op de gang wenst niet langer buitengesloten te zijn en stapt binnen met de bedoeling je weg te halen naar deze kamer. Je weet al wat hij gaat zeggen, maar nu neem je zelf het initiatief en je zegt hem rustig. Je wilt zeker zeggen dat ik mijn tijd aan het verdoen ben, hè? En dat ik een volwassen wereld moet staan in plaats van in de kinderkamer. En dat je met je kinderdromen en fantasie geen brood op de plank krijgt. En dat ik nu nodig een aantal verplichtingen moet nakomen. Maar ik weet nu dat ik mijn tijd hier niet verspil. Integendeel. Ik weet nu dat ik niet elk moment nuttig hoef te besteden. Ik weet nu ook dat genieten van het hier en nu veel waardevoller is dan vanuit angst. Plannen voor de toekomst maken en dat kijken vanuit betrokkenheid en wat ik fijn vind, veel fijner is dan kijken door de ogen van een abstracte maatschappij met zijn onpersoonlijke regels. Of kijken vanuit angst niet goed gevonden te worden. Mij tas je niet meer aan. Ik kies vanaf nu zelf en kijk zelf wel wat ik van die dingen vind. Ik dank jou voor je goede bedoelingen, maar ze hadden het verkeerde effect op mij. Ik volgde je onbewust en onbedoeld, omdat ik niet beter wist. En als jij niets anders kon kijken, ik zou je helpen op een nieuwe manier te kijken. En rustig en langzaam open jij je hand en je concentreert je op het steentje. Je bent nog helemaal in contact met het kalme, blije, en open gevoel. Je loopt nu naar de donker geklede rechter toe,
kijkt hem in de ogen en pakt zijn linkerhand. Je draait zijn handpalm naar boven en legt het steentje erin. En met een zachte druk vouw jij zijn handen over het steentje en je zegt hem: ontvang met je linkerhand de kant van je gevoel en jouw ontvankelijkheid. De magische wereld van het kind. Opdat je met je rechterhand vanuit die wereld kan gaan geven. Het is even heel stil. En dan begint het opnieuw te waaien. Maar nu heftig. Alles schudt en trilt. En een lage zoemtoon op de achtergrond wordt sterker en hoger. Tot het in een hele hoge, felle toon uiteenspat in een bliksemflits met bijbehorende donder. En even is het helemaal donker, maar niet lang, want het zilverwitte licht begint op te gloeien en de ruimte te verlichten. En in dat licht zie je een figuur staan, iemand die in licht, zachte, gekleurde kleding en met een sereen, vriendelijke uitdrukking op het gezicht, met vrolijke, tintelende ogen naar jou kijkt. Dank je wel, hoor je zijn stem zeggen. Jij hebt me bevrijd uit mijn eigen gevangenis. Ik ben het echte geweten. Een geweten dat niet luistert naar de aardse wetten en regels. Maar een geweten dat je helpt. Om volgens de levenswetten te leven. Je helpt om zo te leven dat jij je eigen potentieel ontwikkelt, je eigen kracht vindt. Een baken voor anderen kunt zijn, zonder dat het ten koste van anderen gaat, of ten koste van het leven. Ik ben je innerlijke, spirituele leider en zal je helpen je eigen heilige ruimte te vinden. Dat is een ruimte waarin geen oordelen zijn, waarin het goed is zoals het is, waarin ieder zijn mag zoals hij is of zij is. Er was maar één iemand die mij bevrijden kon en dat was jij. Alleen jouw keuze voor je eigen magische wereld kon mij de opening bieden om terug te komen en de vloek die mij gevangen hield in de rol van oordelende rechter op te heffen. Ik zal je nu verder begeleiden en je helpen op dat moment dat jij me roept. In je herinnering kan ik mijn gevangen vorm, de vorm van de rechter, nog tevoorschijn komen. Maar dat is slechts een herinnering. Want deze rechter met zijn afbrekende oordelen heeft in het nu zijn kracht al verloren. Zorg er dus voor dat je niet in herinneringen blijft hangen, maar in de magie van het heden vertrouwt. En elke keer als je rechter nog weer in gedachten ziet of hoort, pak dan letterlijk of in gedachten jouw steentje, wat je in de kracht geeft het beeld te transformeren. Of roep mij, ik ben er altijd als jij me nodig hebt. Ik neem je nu mee naar een kamer in je eigen kasteel, die je nog niet kent en niet ontdekt hebt. Het is ook mijn kamer, maar toen ik nog in de vloek van de rechter leefde, dacht ik dat deze ruimte te gevaarlijk was voor jou en voor mij. Dus hield ik hem verborgen en wist je steeds af te leiden, zodat je hem niet zou vinden. Het is een prachtige kamer en net een kleine tempel waar de beslommeringen van het leven van alle dag niet in kunnen doordringen en waar alleen jij en ik kunnen komen. Een tempelkamer waarin jij de verbinding met de wijsheid van het al kunt ervaren en je kunt laven aan de bron van wijsheid.
De man glimlacht, pakt je hand en neemt je mee door een aantal gangen langs deuren die nieuw voor je lijken. Hij doet een mooie grote deur open en zet je neer in je eigen heilige ruimte, jouw tempel. Ga hier naartoe als je uit evenwicht bent. Ga hier naartoe als je je opgejaagd voelt. Ga hier naartoe als je last hebt van negatieve beelden of oordelen. Hier is de plek van de heelheid en de wijsheid. Hier is mijn plek. Hier is jouw plek. De deur is nu open. En dat zal bij blijven. Je kunt er altijd naartoe, zo vaak je wilt. Jij hoeft alleen maar je handen te vouwen. En je zult merken dat je dan al meteen in de deuropening staat. Je vouwt nu je handen. En je blijft nog even in deze weldadige rust van je eigen heilige ruimte. Je weet nu voor altijd dat het beeld van het steentje jou verbindt met de wereld van jouw innerlijke kind. En dat het vouwen van je handen je in de rust van je heilige ruimte brengt. En als je straks weer in de gewone werkelijkheid terug bent, kun je als je daar behoefte aan hebt ook een echt steentje of ander object dat je gekozen hebt kiezen als symbool voor dit beeld. Draag het bij je. Of geef het een speciaal plekje, vooral waar je het kunt zien. Door het steeds even te zien, wordt het vanzelf en heel subtiel, onbewust, telkens weer herinnerd aan jouw eigen kracht en je eigen innerlijke heilige ruimte. Maar blijf beseffen dat ook al zou je het uiterlijke steentje misschien een keer verliezen, het innerlijke beeld van dat steentje al het gewenste effect bij jou heeft. En dat beeld blijft altijd bij je. Dat kun je niet verliezen. Dus blijf nog zo even in je innerlijke tempel. En vertrouw er maar op jouw eigen kracht. Jij hoeft alleen maar te zijn in je eigen kracht. En te ademen in je eigen kracht.
En dan word je bewust van de ruimte waarin je ligt. En kom je langzaam weer terug in je bewustzijn van je lichaam. Voel maar hoe het contact maakt met de grond onder je. Voel je voeten, voel je benen, voel je romp, voel je armen en je handen, voel je hoofd en je gezicht. Adem even een paar keer heel diep in en uit. Wrijf dan je handen bij elkaar. Leg ze zomaar over je ogen, je gezicht, zodat je even kunt voelen. Voel je eigen liefde, je eigen warmte. En zo beweeg je je vingers, je voeten, je tenen, je handen en kom je heel langzaam weer zittend.